Stichtse Vecht mag dit jaar het 10-jarig jubileum vieren. In een feeststemming is nichtenvechter Kees Neervoort allerminst. Nee, ik kan me betere redenen voorstellen voor feestjes. Neervoort zat voorheen in de dorpsraad van het kleine Nichtenvecht, dat vroeger tot de gemeente Loenen behoorde. Door de gemeentelijke herindeling is de afstand tot het gemeentehuis in Maarsen ineens wel heel groot geworden. Als onderdeel van Loenen had je nog een wethouder en raadsleden in de raad. En dat hebben we niet meer. En je voelt dus ook letterlijk die fysieke afstand en betrokkenheid. Dat missen we gewoon. En dat gebrek aan betrokkenheid leidt er bijvoorbeeld toe dat een woningbouwproject op deze plek maar niet van de grond komt. Er bezuinigd wordt op het dorpshuis en de voetbalclubs het onderhoud van de velden voortaan zelf moeten bekostigen. Voor de toekomstige vervanging van de velden moeten dit soort clubjes van 110, 120 leden zoveel geld ophoesten. Dat betekent het einde van het bestaansrecht van zo'n club. Ab Reinders, nu bijna een jaar lang burgemeester van Stichtse Vecht met zijn 12 kernen, snapt dat de kleinere dorpen zich niet altijd gezien voelen. Toch kan het niet anders dat een klein dorp als Nichtenvecht opgaat in een grote gemeente, meent Reinders. Ja, dat zit hem voornamelijk ook in het feit dat een heleboel grote opgaven echt de regio aangaan. Dus de oplossingen kun je niet meer als individuele gemeente zoeken, maar moet je echt in een regionaal verband vaak ook zoeken. En daarvoor heb je ook een bepaalde schaalgrootte wel nodig om gewoon ook goed je zegje te kunnen doen. En dus de belangen van je inwoners en ondernemers goed te kunnen behartigen. Ondertussen hoopt Kees dat de blik vanuit het gemeentebestuur wat vaker gericht is op zijn geliefde dorp. Hoe dan ook, Stichtse Vechter zal hij zich wel nooit gaan voelen. Nee, als iemand dat van mij gaat verlangen, dan zeg ik, nou, het spijt me, ik doe niet mee. Want het is te ver van mijn bed.